Wij leren mensen om te gaan met besluiten in onzekerheid en acteren in onzekerheid. In ons vak, ja, als jij wacht tot je alle informatie hebt, ben je altijd te laat. Maar de basis ligt erin dat wij bij Defensie zeggen dat we professionals zijn. Nou ja, dat zegt iedereen in de wereld die professional is. Alleen wij zeggen dat meteen achteraan, want een professional is iedere dag bezig om zichzelf en zijn team te verbeteren. En op de dag dat je daarmee ophoudt, ben je opgehouden om goed te zijn. En dat moet de geest, de spirit in de club zijn. Want dan zijn ook dingen bespreekbaar. Dan is het normaal dat je iedere actie evalueert. En dat in die evaluatie de leidinggevende eigenlijk de evaluatie opent, begeleidt, maar ook onderwerp van de evaluatie is. Durf ook mensen die waar het bij fout is gegaan, ja, durf die eventueel ook hun verhaal te laten vertellen. Zodat iedereen ziet van ja, soms moet je keuzes maken en achteraf blijkt het niet de goede keuze te zijn geweest. Of gingen er dingen fout omdat we dingen gewoon zelf niet allemaal in controle zijn. Maar hij wordt er niet voor neergezabeld. Als je dat regelmatig doet, krijg je een angstcultuur in je organisatie. Gaat niemand meer initiatief tonen, niemand gaat creëren. Zitten ze allemaal te wachten tot de baas wel zegt dat we links of rechts afgaan. En dat wil je niet in je organisatie. Toen ik baas van landmacht werd, toen heb ik met mijn commandanten gesproken. En toen heb ik tegen gezegd van, even voor de duidelijkheid. Er gaan dingen fout. Dat is helemaal niet erg. En als jij een probleem hebt in jouw club, dan kom je bij mij, hebben we samen een uitdaging. Je hebt pas echt een probleem als je het mij niet meldt. Mijn deur staat open.